Hallo, en ben je klaar voor een nieuwe tip? Vandaag is weer een leuke. Een reeks tips aangekoppeld ook, dus in de komende weken ga je zeker nog een paar van die tips krijgen. Je ziet snel oplossingen voor problemen. Is ook een beetje gelinkt aan het kenmerk dat je het liefst solo werkt. Dus zowel de probleemstelling, het kenmerk als de oplossingen zijn eigenlijk gelinkt. Dus je ziet snel oplossingen voor problemen. Het ding is, ja, meestal zit je in een team, in een groep. Als jij direct de oplossing ziet en hem ook direct poneert en hop in gang schiet, ja, dan gaat de groepsdynamiek niet echt super zijn. Want ja, geen één andere persoon krijgt de kans om ook een mening te vormen. Goed, de oplossing ligt al klaar, dus het denkproces, wat echt de bedoeling is, dat in jouw brein echt de wieltjes in gang schieten, die kans ontneem je je collega's. En dat gaat natuurlijk nogal een keer kunnen zorgen voor wat wrevel, tegenwerking, soms ook jaloezie, omdat ja, je eigenlijk altijd de doelpunten scoort en iemand anders een kans krijgt. Dus heel fel in de cirkel van invloed, mogelijkheid tot conflicten, cirkel van betrokkenheid, sorry. Wat kan je doen in de cirkel van invloed? Ja, één, bijt eventjes op je tong. Niet gewoon zwijgen om dan gewoon je idee te kunnen poneren en het al gelijk te doen zoals jij het voorzien had. Maar vooral bijt op je tong en probeer eerst de andere personen te betrekken en te horen wat hun idee is qua aanpak. Je zou ervan versteld staan als je de nodige tijd neemt om die verschillende strategieën naast elkaar te leggen. Ook heel goed te proberen begrijpen waarom iedereen dat als de strategie ziet. Om dan pas een gezamenlijk standpunt te nemen van oké, dan gaan we het probleem zo oplossen met alle informatie die we nu hebben. Waarom staat er dan als tip 1 plus 1 is 3? Dat is eigenlijk het equivalent in het COVID-boek rond synergie. Dus het feit dat je op een bepaald moment, als de groepsdynamiek goed is, dat je tot zo'n een goede samenwerking kan komen, dat als de groep in de ruimte gaat, dat iedereen zich van bewust is, dat het eigenlijk door het samenwerken er een idee gaan komen wat niemand individueel had kunnen verzinnen. Dus 1 plus 1 is 3. Eigenlijk een blind vertrouwen hebben, dan door samen dingen te doen, je tot oplossingen kan komen die veel groter zijn dan je eigen oplossing. Dus je ziet misschien snel oplossingen voor problemen, maar dat is niet noodzakelijk de beste oplossing. Het is misschien een heel verstandige oplossing, maar als je de groep niet mee hebt, als je niet met alle parameters rekening houdt, ook met die van de tussensprongen die jij niet zag, waardoor dat er in stap 3 voor het echt realiseren toch een probleem kan opduiken, ja, dan ga je een minder goede oplossing hebben. Dus je ziet snel oplossingen, maar je ziet niet noodzakelijk de end-to-end beste oplossing. 1 plus 1 is 3, werk samen met je collega's en je gaat van verschieten hoe mooie dingen je dan samen kan realiseren en hoe versterkend het is ook voor de groepsdynamiek, voor het team. Dus, veel succes! Altijd benieuwd naar feedback of ervaringen. Als je andere vragen hebt waar je graag zou hebben dat ik hier een vlogje rond maak of mijn idee rond deel, aarzel ook niet in de commentaar te zetten of een mailtje te sturen en dan kijk ik of en hoe je daar het best mee aan de slag kan gaan. Veel succes weer en ja, tot de volgende!